2-0 overwinning voor de thuisploeg. Pim Kaagman aan de rechterzijde. Freddy Smit aan de linkerzijde. Zo staan ze altijd. Althans, Pim staat altijd aan de rechterkant. Aan de rechterkant staat de trainer van de bezoekers. En daar beginnen we dan ook mee. Pim, welkom. Ja, een lange tijd zag het eruit dat deze wedstrijd in een 0-0 zou eindigen. Ja, dat klopt. Ik denk dat het inderdaad ook wel een zinnelaarsveldwedstrijd was. Ik denk wel dat moeilijk mee voor ons dat het aan de plan voor is. Ik denk dat dat een 100% penalty is. Als ik eerlijk moet zijn, volgens mij komt hij op de bal met zijn hand. Volgens mij heeft hij een rode kaart. Valt niet. Ja, goed. En dan goed dan op de rest van de land. Ja, het was vooral die eerste helft, dat je afvroeg van ja, willen deze ploegen er wel voor gaan? Want het was zo mat allemaal. Ja, met name ik vond ons bij slordig en balbezit gewoon. Ik denk dat ze wel wilden. Maar dat ze zo graag wilden dat ze te gehaast waren in de passing. Dat zag je bij ons ook terug, vond ik. Die staat ook op mijn eigen. Maar wij waren heel slordig in de passing. En vijf ballen die je dan wint, die zwemmen naar in en dan achter de man, de hart, op de zijlijn. Was heel slordig. Freddy, eerste helft, ja, mat. Zag jij dat ook zo? Nou, we hebben net even staan praten, dus toen zeiden we dat ook tegen elkaar. Het is niet zo, kijk, als je die jongens zou vragen, dan zul je horen wat Pim net zegt, dat we dat in rust over hebben gehad. Dat we met name in de rust hebben over gehad, dat was het bal zo ontzettend haastig, onrustig, ongecontroleerd waren. Maar met name ook ballen die breed gaan, dat je in een positie kan komen die te hard werden ingespeeld en dat soort dingen. Nou, en dat was eigenlijk een van de grootste dingen. We hebben ook gezegd in de rust van weinig kansen tegen, weinig kansen voor. Dat is eigenlijk een typische gelijkspel inderdaad. Met name vanuit de 0-0 te blijven denken en organisatie te houden. Want we zijn al een aantal keren tegen wat doos aangelopen op momenten dat we denken van nou gaan we het eens even doen. En dan uiteindelijk kregen we dan de kans op de kop. Nou, dus dat was toch aan de rust en wat we in de rust vervolgens besproken hebben. Maar wat is dan besproken in de rust? Nou ja, die rust aan de bal houden en niet te gaan forceren. Balbezit blijven spelen, nauwkeuriger worden en vanuit 0-0 blijven denken. En als het dan 0-0 is, dan is het maar 0-0. Maar anders de momenten zoeken, of de momenten pakken die je kan vinden, om het maar zo te zeggen. En niet gaan zoeken en forceren. Ja, goed, en dat je dan het geluk aan je zijde mag hebben aan het eind. Ja, dat is gewoon zo. Ja, dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke uitbetaald. Toch ben ik een tweede helft waarin beide ploegen wat meer beleving in het spel hebben. Ja, ik blijf erbij, ik voel het niet meer beleving. Volgens beide ploegen naar dus gewoon beter spelen, waar ik beter in de passing. Dat heeft dus niet met beleving te maken. Die was vorig van hetzelfde als daar is. Alleen als het paar zuider wordt, dan wordt het voetbal ook beter. Ja, en dan lijkt het alsof er meer beleving is. Maar dat vond ik van beide ploegen niet. Vond ze beide met heel veel beleving spelen. Alleen ja, naar rust was het wat beter. Ja, maar ook om ernaar te kijken, werd het gewoon een aantrekkelijke duel. Ja, dat klopt. Omdat het dan ook leuker wordt. Omdat die bal is wel lekker, die balletje naar de goede kleur geschoten wordt. Nou ja, en dat was naar rust het geval. En dan heb je al wat meer overwezen. Zonder ik overigens dat voor beide partijen veel kansen gegeven werd. Want ook bij, ook naar rust niet heel veel. Maar ik kreeg een goede kopbal die er eigenlijk snel in zat, had gemogen. En ja, goed, en daarna denk ik dat het echt een grote kans is. Hebben we wel wat mogelijkheden gehad, maar dat zijn kleine mogelijkheden. Die pas van Schuin af voor de kant komen. Met name in de eindfase van de aanval is het dan in plaats van verschieten nog weer een proberen een steekballetje te geven. Dus dat in drie zou kunnen lopen. Nou, dat gaat wel erg ver. Dus ik vond eigenlijk wel ook die tweede helft vond ik ook wel eigenlijk naar een 0-0 toe lopen. Een hoop in de kant op die valt. Maar die vallen in dit geval met doen spelen en volgens zuur dat we tegen 10 man in ook natuurlijk. Ja, en dan gebeurt het in 2 minuten tijd, hè? Of eigenlijk misschien zelfs 84, 85ste minuut, 2 minuten tijd. Ja, het ging nog sneller. Of nee, het ging nog iets minder snel dan die rode kaart voor jullie, want dat was binnen een minuut. Maar inderdaad, wij krijgen in dat 2 minuten tijd krijgen wij 2 goals tegen. Ik geloof zeker nummer 20 of 21 over die jongen. Waarvan ik moet zeggen dat hij die tweede goal wel heel mooi afmaakte. Dat was voordat hij op dit, hij nam in één keer een stuitje nam die bal mee, een strakke bal. Ik denk dat hij niet eens wel geworden, alle goed van de wereld heeft, maar goed dat hij het anders. Ja, de gouden wissel kunnen we het ook wel noemen, Freddy. Enes Kekulikoglu. Nou ja, zeker. Enes heeft het fantastisch gedaan. Ja, je moet af en toe geluk hebben. En dat, maar ook Niek die invalt. En die jongens, die hebben natuurlijk een andere bedoeling. Niek in de spits en Enes vanaf rechts. En dat de Job vanuit het middenveld hem kan wegsteken samen met Patrick. Die jongens, verse krachten. Ja, goed, binnen 3 minuten of zo daarna sta je tegen 10 man. En dan wordt het een andere situatie. En dan komen die twee jongens samen voorop te spelen. En dat was dan onze keuze vanaf de zijkant. Ja, en dat ze daar zo kunnen afmaken, dat had je niet verwacht. Maar ik ben best te blij ermee. En met name mentaal vond ik dat we vandaag een stap zetten. We kunnen hiermee verder. En niet vanwege het voetbal,
maar wel vanwege het mentale. Want in het begin van het seizoen liepen we juist tegen nederlaag aan dat de kopjes naar beneden gingen. En ik heb ze net gecomplimenteerd in de kleedkamer. Nu gingen de kopjes omhoog. Hè? En daar vandaan pak je dan gelukkig ook nog de overwinning. Niet eens dat je zegt van die kopjes omhoog houden we de 0-0 vast. Maar uiteindelijk hebben we dan ook nog die 3 punten. Dus ja, daar kan je dan weer verder. Dat je dan zegt van waren wij beter dan de Dronten? Nee, gelijkspel, ik ben helemaal met Pim eens. Tweede helft vond ik een beetje, werd beter. Dus dat klopt zeker. Meestal heb je een wedstrijd waarin je zegt in een fase is Nunspeet beter en in een fase is Dronten beter. In deze tweede helft vond ik bijna om de 10 minuten werd er een van de twee ploegen even een stukje van de fase beter, zou ik bijna zeggen. Het was wel een heen en weer wedstrijd. Maar goed, uiteindelijk zijn wij er gelukkig. Ja, toch een moment. Hunestein is al genoemd. 2 keer geel in amper een minuut tijd. Ja, dat is wel een tegenvaller natuurlijk. Want ik denk dat je op dat moment wel eventjes denkt van ja, hoe gaat het nu aflopen? Zeker. Dat was best wrang. Of jouw wrang, wat is wrang. Maar wij wisselen, ook omdat hij wat last van de been had natuurlijk op dat moment. Maar we wilden Lucas wisselen om hem ook om te voorkomen dat we een tweede gele kaart zouden oplopen met Lucas. Want hij praatte een beetje met de scheids en zat er een beetje tegenaan, dachten wij. Dus die wissel was aanstaande. En dat je dan vervolgens binnen een minuut 2 keer heel krijgt met William. Ja, daar reken je natuurlijk helemaal niet op langs de zijkant. En dan moet je wel je plannen weer bijstellen. Dinsdagavond is het opnieuw voetballen. Nu om de beker tegen WVF. Tegen WVF, ja. Oude club. Ja. Nou ja, op zich mooi. Maar of het allemaal oude club is of niet. We zijn bezig met stappen maken en dan zullen we ook dinsdag weer wat jongens een kans krijgen. En we willen dinsdag met een goede elftal proberen om gewoon ook weer een beker ronde verder te komen. En ik vind ook dat we daar dinsdagavond weer moeten staan. Want als je vandaag naar de wedstrijd kijkt, we hebben best nog wel dingen te doen om beter te worden. Dus dinsdagavond is een mooie gelegenheid om die dan op die manier ook op te pakken. De Scherpenzeel is de volgende tegenstander volgende week zaterdag. Ja. Ja, ik weet er niet zo heel veel van. Maar gelukkig, net als Pim ook, zijn de trainers vaak onderling in deze klasse bereid om elkaar te helpen en elkaar eens te woord te staan door de week. Dus dat zal ik zeker weer gaan proberen om daar wat aan weg te halen. Dankjewel. Pim, vorige week DZC thuis was een 3-1 overwinning. Vandaag dan 2-0 nederlaag. Ja, dat zet je weer iets terug op de ranglijst. Ja, maar ja, goed. Dat vond ik. Maar goed, van deze jaar. We hebben een ploegen gespeeld. Wij zijn tegen de Eendhoek, zijn wij toch echt een wilde partij geweest. En dat moet die wel slimmer zijn, maar voetballen niet beter dan wij zijn. Nou ja, goed, je kunt niet iedereen winnen en dat blijkt ook. En je kunt ook veel mensen niet in onze afdeling, vind ik. Dus wat dat betreft, volgende week weer een nieuwe kans. Ook DTC. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Exact, zo is het. Dankjewel, heren bedankt. Succes verder met het verloop van deze competitie. Dit was het. Het napraten over de wedstrijd de Nunspeet tegen ASV Dronten vanmiddag eindigt dat in 2-0.